Dan moet je mijn naam maar eens laten vallen. Want voor vrienden doe ik alles. Theo Janssens. Oh. Vandaag zat er een hete match op het menu. Namelijk Demo Screen en we starten met Liam, praat en koffie over heerlijk. En ik zei onderweg tegen Excelsior Moeskroen Pirouet. Wat gaat dat brengen? We staan in het rood. We staan af te wachten op deze interessante mooie match. Hallo mensen. Onderweg. Het einde zijn het. Kijk, die kans moest er in feite in, maar ja, die bal gaat er dan tegen de paal onderweg wereld en de doelman net. Spijtige zaak is het wereld dan met de hoekschop, maar de mens schiet hem er niet in. De mens. Koffie, voor mij een tosje. Oh my god, wat een goal. Weer een mooie kans. Oh, wat een shot. Wat een shot van Anderlecht. Oeh, prima shot met de doelman. Kijk, we kijken even naar de herhaling. Prima shot met de doelman. Die redt hem nog. Spijtige zaak. Misschien. Nee, het is Anderlecht met de bal. Oeh, die zit er weer bijna in. Maar hij mist dan weer in de 75 minuten. Nu zijn toegevoegd. Misschien probeert nog eens. Gelukkig schieten ze die bal niet. Anderlecht dan. Ja, dan nu. Kippen om dweil. Maar die bal gaat er ook niet in. Maar we winnen deze match met een verdiende 1-0. Nummer 1. De volgende match is tegen Leuven. Een startteam. Een zeer startteam. Voilà. Leia, Neves, Praat en Miljan Junior. Koffie. De belangrijkste figuur. De voorzet van Leuven. Leuven met de voorzet aan die bal. Die gaat er gelukkig naast. Anderlecht dan. Maar de shot wordt afgeweken. En wat is dat dan? Vrije trap. Oh, even batterijen. Rustig man, rustig, vrij trap. Oeh, en dan. Oeh, de net naast. Damn bro. Damn bro, damn bro, damn bro. De net naast. Ja, daar gaan ze weer. Leuven, ja, ja. Ja, ja. Die bal zit erin, 1-0 voor Leuven. En zo staan we op achterstand. En op achterstand met 1-0 achterstand tegen Leuven. Het is 2-0. Fuck off. Echt waar, fuck off. 2-0 achterstand. Anderlecht, ja, mooi. Voorzet, oh. Die voorzet trekt op niks, man. Ja, Leuven. Is dat 3-0? Oh nee. Nee, dat is echt. Dat droog. Dat is echt nou straffing. Dat is echt nou straffing. Die zijn 3-0 later gewoon over. Nee. Nee. Ja. Oh. Praat je toch. Een slechte match kan altijd gespeeld worden. Een slechte match kan er altijd zijn. En het is 4-0. Ja, kijk. Een slechte match kan altijd gebeuren. Het is maar de tweede keer dat verliezen in de competitie. We gaan een keer een trainingske doen. En Nico zegt, en van mijn reacties, dat Tielemans zeer goed is, maar ik heb hem spijtig genoeg verkocht. Ook al kost ik hem later voor meer verkopen. Oké, dan ga ik het wel volhouden met praat, die ook veel waard gaat zijn. Dank u voor dat te zeggen, Nico. Oké, de volgende wedstrijd is tegen Racing Genk. En we staan eerste, Racing Genk staat derde, dus het is een topper. Dat is de laatste wedstrijd en dan zijn de play-offs. We starten met Leia, Ezekiel, Neves, Praat, Imar, Zuma, Koffie, Obi, dan de Schaf, Mopoetje, Obradovic en Dutois in de hol. Anderlecht, dan daar begint goed aan de match, we zijn 5 minuten bezig. En oh mijn god! Oké, we staan 1-0 op voorsprong en dat is goed. De voorzet, direct de 2-0. Nee, de doelman redt. Ja, dat is nipt. Ja, weer al. Nee, de doelman redt weer. Spijtig zaak. Okaka, Okaka. Moet afleiden, Okaka gaat hij schieten. Oeh, en die bal gaat er bijna in. Rysenk. Nee. Ja, fuck off. 1-1 gelijk. Het gaat alweer niet hetzelfde verhaal zijn. Net voor de rest, Okaka. Okaka, oh my god, dat scheelt geen haar. Dat scheelt echt geen haar. We gaan twee wissels inbrengen. Van de Kawanya en Trinkei gaan erin. Anderlecht, ja, Neves. Anderlecht, met de voorzet. Er staan alleen 3 voor. Oh, de schacht. Toch geen voorzet. Oh, fail. De schacht gaat schieten. Hij moet schieten. Er is een keeper in goal. Die keeper loopt hem, maar de schacht. Ja,
nog eventjes een training en ja, dan zijn we klaar voor de play-offs. Hè. Dank je voor de kijken en de trainen zetten bijna aan van seizoen 1 van Anderlecht. De play-offs gaan beginnen. 10 belangrijke matchen en we gaan het best wel proberen maken. Oké, dank je voor het kijken. Yo!